Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog. Er is eventjes een tijdje geen vlog online geweest vanwege mijn zwangerschap. Maar vandaag hebben we weer een hele nieuwe vlog voor jullie klaarstaan. We gaan het vandaag hebben over de Almere City Run. In juni vindt deze weer plaats in Almere. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Ik kan helaas dit jaar niet meedoen, maar ik heb wel twee hele goede vangers. Dat zijn Etienne en Melissa. Die gaan voor mij dit jaar de halve marathon lopen. Vandaag gaan Etienne en Melissa jullie wat tips geven hoe je je het best kunt voorbereiden op de halve marathon. En daarnaast zal ik ook zelf nog wat tips geven en zullen zij ook vertellen hoe zij zich voorbereiden op de halve marathon. Zodat ze straks fris aan de start staan en een mooie race kunnen lopen. Hopelijk heb je zometeen dus wat aan deze vlog en kun je straks zelf ook goed de marathon lopen. En aan het einde kun je ook nog twee tickets winnen om zelf ook mee te doen met de Almere City Run. Dus blijf vooral kijken en kom erachter hoe je kunt winnen. De Almere City Run vindt plaats op 10 juni en je kunt verschillende afstanden lopen. Ze hebben een kidsrun van 1,8 kilometer. Ze hebben ook nog de 5, de 10, de 15 en dus de halve marathon afstand. En het begint in het centrum van de Almere stad op de Esplanade en loopt vervolgens een leuke route door verschillende delen van Almere en komt vervolgens weer terug op de Esplanade. Ja, heb je hem nooit gelopen? Kom vooral eventjes kijken en het is echt een super gezellige sfeer. Heel Almere komt eigenlijk bij elkaar. En ja, het is echt zeker een aanrader om mee te doen. Hoi, ik ben Melissa. Ik ben 28 jaar. En dit jaar doe ik voor de tweede keer mee met de Almere City Run. Vorig jaar was het de eerste keer dat ik meedeed. Toen deed ik de halve marathon. Dit was in training voor de New York Marathon. Die heb ik het afgelopen jaar gelopen. Dit was in november, dus dat was een hele goede training. Vorig jaar heb ik er 2 uur en 14 minuten uit mijn hoofd over gedaan. En dat wil ik sowieso gaan verbeteren. Mijn zusje had als snel als 2 uur 6. Dus die tijd wil ik ook dit jaar sowieso gaan verbeteren. En waarom ben je begonnen met hardlopen? Ik ben ongeveer 5 jaar geleden begonnen met hardlopen. En dat was na mijn vakantie. Had ik me helemaal volgegeten. Het all-inclusive hotel. En toen dacht ik, nou ga ik wat doen. En toen ben ik begonnen met hardlopen en mijn bootcamp. Oké, en hoe ben je begonnen met het lopen? Wat waren je eerste stukjes die je deed? Eerst echt met een paar kilometer begonnen, want ik moest dan naar de 5 kilometer toe bouwen, want dat kon ik nog niet eens. Dus ik heb het heel langzaam opgebouwd en uiteindelijk heb ik gewoon een hele marathon gerend. Dus zo zie je maar weer. Helemaal uit het niets begonnen en dat, ja. En wat betekent de Almere City Run voor jou? Ik vind de Almere City Run gewoon super leuk. Je komt allemaal bekenden tegen, het is in je eigen woonplaats. Dus die hele sfeer vind ik gewoon heel goed. En ik vind het gewoon een hele leuke run. En de halve marathon is gewoon weer een uitdaging. Net zoals vorig jaar was mijn eerste. En het wordt gewoon nu weer een nieuwe uitdaging, want nu wil ik gewoon mijn tijd gaan verbreken. Ja, en wat was je tijd vorig jaar? Vorig jaar had ik 2 uur 14. Dat was mijn eerste halve marathon. Oké, en je doel is gewoon om dat te verbeteren dit keer? Ja, om het te verbeteren. Ja. Ja. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. Ik ben ben 25 jaar, ben een vriend van de Barra. Ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met fitness. Na mijn reis uit het buitenland wilde ik eigenlijk gaan focussen op hardlopen. Maar door het werk is dat niet helemaal afgekomen. Ik zou bijvoorbeeld de CPC lopen in Den Haag in maart. Dat heb ik niet gedaan uiteindelijk omdat ik niet genoeg voorbereid was. En het is niet verstandig om onvoorbereid een halve marathon te gaan lopen. Ik ga 10 juni wel de halve marathon lopen met Melissa. Nu ga ik me zeker goed voorbereiden, want ik voel me er niet goed bij dat ik niet ben geweest en me wel heb ingeschreven. Mijn doel nu is eigenlijk om zelf een halve marathon te lopen, want ik heb 2 keer de halve marathon samen met Tamara gelopen. Ons record was 2 uur 6. Wat ik nu wil doen is eigenlijk onder de 2 uur, het liefst eigenlijk onder de 1 uur 45. Zo, dus jij gaat dit keer de halve marathon lopen voor mij? Ja, zeker. En hoe bereid je je nu voor op de halve marathon? Ja, ik had eerst een hardloopschema gekregen. Daarbij deed ik een duurlooptraining, een korte training en ook nog eens een intervaltraining. Ik ga dat schema gewoon doorzetten, dus ik ga gewoon de komende 2 maanden ga ik dat gewoon laten doen. En wat is de langste afstand die je hebt gelopen in de voorbereiding naar de halve marathon? Volgens mij was dat tot nu toe 15 of 16 kilometer. Oké, okay. En denk je dat je er helemaal klaar voor bent al of heb je nog een paar trainingen nodig?
Ja, ik denk dat ik er sowieso klaar voor ben om het gewoon te kunnen afronden. Maar mijn doel is eigenlijk om het zo snel mogelijk te doen. Dus daarvoor doe ik het eigenlijk. Oké. Okay. En wat is je doel eigenlijk voor de halve? Ja, ik wil eigenlijk in 1 uur 45 ongeveer rennen. Oké. Okay. En wat betekent Almere City Run voor jou? Ja, het is gewoon een leuke hardloopwedstrijd in Almere. Je hebt niet echt heel veel bekende hardloopwedstrijden in Almere. Dus het is wel fijn dat het gewoon hier in de buurt is en dat het best wel groot is, veel hardlopers. Ja, en wat vind je het leukste van het evenement? Dat ik gewoon gebieden zie waar ik vroeger veel ben geweest eigenlijk. Ik ken eigenlijk heel Almere, dus alle gebieden ken ik. En dan is het leuk om daar gewoon met zo'n hele groep gewoon doorheen te rennen. Ja, en wat zou je mensen aanraden die nog nooit mee hebben gedaan aan Almere City Run? Ja, ik zou ten eerste sowieso goed voorbereiden. Niet denken dat het heel makkelijk is, want je kan makkelijk blessures krijgen bij zulke afstanden. Ja, dankjewel en heel veel succes. Yes, dankjewel. Een paar tips geven om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de halve marathon. En hier komt tip 1. Mijn tip is om een hardloopschema te maken. En als je hier aan houdt, dan ben je goed voorbereid voor de halve marathon. Je moet het elke week 10% opbouwen. Dus elke week iets meer, zodat je ook zo min mogelijk kans hebt om de zuurstof op te lopen. Tip 2. Mijn tip is om van tevoren te testen met de voeding die je gaat nemen tijdens de halve marathon. Wil je speciale jelletjes gebruiken of misschien wat repen tijdens de halve marathon? Test daar van tevoren mee in je training, zodat je weet hoe je lichaam erop reageert. En ook zodat je weet of je lichaam er tegen kan en je niet misselijk wordt bijvoorbeeld. Dus ga een keer een duurloop doen, neem wat verschillende voedingen, zodat je weet wat voor jou het beste werkt. Tip 3. Zorg dat je goede hardloopkleding en hardloopschoenen draagt. Ik zou niet adviseren om nieuwe hardloopkleding en hardloopschoenen te dragen tijdens je halve marathon. Want het kan irriteren tijdens je eerste sessie. Bij hardloopkleding is het van belang dat het lekker losjes zit. En wat ik vooral heb is Dryfit. Dat is onderdeel van Nike. Dat heb ik bij mijn shirt en bij mijn broek. En die zorgt er eigenlijk voor dat het zweet makkelijk uit de kleding gaat. Zodat ik wel comfortabel kan blijven hardlopen. Ik heb bijvoorbeeld nieuwe hardloopschoenen op maat gekocht. En die zorgen ervoor dat ik... Dat ik precies recht loop, zeg maar, en niet snelle blessures ga krijgen. En daarmee heb ik getraind en daarmee ga ik ook de halve marathon dus erin rennen. Tip 4. Mijn tip is om voldoende water te drinken. Hier kun je de dag van tevoren al mee beginnen. Op de dag zelf moet je ook natuurlijk genoeg water drinken. Neem bijvoorbeeld ook een flesje mee. Langs alle posten ook water drinken. Maar ook eten is heel belangrijk. Eet bijvoorbeeld pasta. Dan heb je genoeg koolhydraten in je lichaam en dan heb je genoeg energie om die 21 kilometer te lopen. Tip nummer 5. Mijn tip nummer 5 is dat je moet zorgen dat je lichaam er helemaal klaar voor is. Dat doe je door verschillende dingen. Je kunt bijvoorbeeld naar de fysio gaan. Laat regelmatig gewoon even lekker je benen losmasseren. Even helemaal lekker je lichaam los. Zodat je gewoon zo min mogelijk kans hebt op blessures en je lichaam gewoon lekker fit is. En daarnaast doe gewoon genoeg krachttraining. Heel veel mensen vergeten dat ze naast de hardlooptraining ook nog kracht moeten doen. Squats bijvoorbeeld, lunges, core oefeningen, buikspieren. Super belangrijk voor hardlopers. Dus vergeet die vooral ook niet. Tip 6. Dit is de belangrijkste tip. Je moet vooral genieten van het hardlopen. Okay, go!
zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Ik ga vooral aan de zijkant lekker aanmoedigen. Ik wens jullie heel erg veel succes als jullie ook mee gaan doen. En kom vooral ook even gedag zeggen als je één van ons ziet lopen. Of moedig ze ook vooral aan als je ze voorbij ziet komen. Heel veel succes. Jongens, jullie ook heel veel succes. Ga ervoor. Gaat goed komen. En ik zie jullie daar. Doei. Wil jij nou ook meedoen aan de Almere City Run? En wil je kans maken op de 2 tickets die ik ga verloten? Laat dan even een reactie achter onder de blog of onder de vlog. En vertel mij waarom jij mee wilt doen aan de Almere City Run. Ik maak de winnaar op 12 mei bekend. Dus hou ook eventjes de social media in de gaten om erachter te komen of jij hebt gewonnen. Succes!